Nou, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Good Night Show van Dreams TV. Ik ben Erik Asselijn en ik vertel iedere dinsdag een geschiedenis uit mijn boek Oog en Oog met Paramaribo, verhalen over het herinneringserfgoed. Ik heb het de vorige keer gehad over de Lutherse predikant Steynes en zijn strijd tegen de antisemitische gouverneur, de Samuel Lohman. Ik ga het vandaag hebben over de Brits-Indische contractarbeidster Janie Tetteri. Janie Tetteri, ik heb het verhaal weer kunnen reconstrueren dankzij heel veel boeken en tijdschriften. Ik heb er een aantal uit de handbibliotheek achter mij gepakt en die zal ik jullie tonen. Dat is om te beginnen een standaardwerk van professor Chan Chuni over de Hindoestaanse immigratie. In totaal bestaat het uit 3 delen. Iets van 2000 pagina's, uitgegeven bij LM Publishers, ook mijn uitgever. En een standaardwerk, ja, een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Suriname. Een ander belangrijk boek is Tetteri de Koppige van Bhagwan Bali. Dat is een aantal jaren geleden verschenen en dat geeft een mooie kijk, een goede kijk op haar dramatische leven. Tot en met de kom van Hira. Dat gaat over de strijd in Suriname. En hij beschrijft onder andere ook de strijd op Zorg en Hoop, de plantage Zorg en Hoop, waar Tetteri bij betrokken is. En daar kom ik natuurlijk zo meteen nog op terug. Het laatste boek, mag niet missen, Wij slaven van Suriname, van Anton de Kom. Een belangrijk boek, zeer leesbaar. Hij is zeer in de belangstelling de afgelopen tijd en terecht. En ook hij schrijft over de opstand op Zorg en Hoop en over Janie Tetteri. Janie Tetteri krijgt op 24 september 2017 een standbeeld. Op de hoek van de Henk Arnstraat en de Grote Kombeweg, in de slagschaduw zo'n beetje van het presidentieel paleis, vlakbij het Onafhankelijkheidsplein. En het standbeeld is gemaakt door de bekende Surinaamse kunstenaar Sjors Ramjaansing. Het beeld staat op de plek waar in 1908 het borstbeeld van de agent-generaal voor de immigratie, Barnett Lyon, heeft gestaan. Dat wordt, dus een week eerder is dat weggetakeld. Eerst naar het erf van het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En later een definitieve plek heeft gekregen in de tuin van het depot van het Surinaams Museum. En ik kom daar in een later verhaal over Barnett Lyon, kom ik daar nog wel op terug waarom dat verplaatst is. Janie Tetteri. Zij is 24 jaar als zij op 26 november 1880 in Suriname arriveert. Zij komt met haar eenjarig dochtertje Bodo op de arm. Komt zij naar het immigratiedepot en vanuit het immigratiedepot gaat ze naar de plantage Zorg en Hoop, waar ze als veldarbeidster aan de slag gaat. Veel informatie heb ik gehaald uit de database, de Hindoestaanse database, in het Nationaal Archief. Dat is een online database en iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Hindoestaanse immigratie kan in deze database kijken en krijg je zeer gedetailleerde informatie over personen. Zoals over Tetteri, dat ze een moslim is, dat ze 1,46 meter groot is en dergelijke. Een must voor iedereen die geïnteresseerd is in deze geschiedenis.
Janet, ze is een sociaal bewogen vrouw. Hè. Dat blijkt al onderweg als zij met de ECW2 van India of Brits-Indië onderweg is naar Suriname. Weet zij bij de kapitein betere medische voorzieningen te krijgen voor haar medepassagiers. En ook op Zorg en Hoop, de plantage waar zij werkt, is vooral aanspreekpunt voor vrouwen en meisjes die met allerlei problemen naar haar toe komen. Ze weet ook te bewerkstelligen dat de blanke officieren de vrouwen niet lastig vallen. Ze probeert ook te regelen dat er een betere onderkomens voor de immigranten zijn. Voor de contactarbeiders zijn. En als een vriendin van haar op de plantage Zorg en Hoop overlijdt, dan adopteert zij haar 6 weken oude babytje Somaria. Maar de omstandigheden op Zorg en Hoop blijven echt heel erg slecht. Het is hard werken, veel penale sancties. Nou, penale sancties zijn, je moet een quotum halen, een dagquotum halen om je salaris te krijgen. Nou, dat heel vaak werd dat quotum niet gehaald, op het salaris werd gekort. Dat was natuurlijk voor die plantage-eigenaren was dat een manier om de kosten te drukken. Nou, de omstandigheden blijven zijn, medievoorzieningen zijn er nauwelijks. En op 24 september 1884 is er een opstand, een staking. Er wordt een blank officier, Knot, die wordt gemolesteerd. Zijn contractarbeiders die gaan in staking en dat hoort de koloniale overheid. Die stuurt een 50 gewapende soldaten onder leiding van luitenant Pesch naar de plantage toe. Ramjawe, dat is de leider van de opstand, die vraagt aan Jenny Tettery om het vrouwenverzet te organiseren. Nou, dat doet zij ook. Ze organiseert die vrouwen om te blijven staken voor betere voorzieningen. Maar de 50 soldaten die daar zijn, die gebruiken geweld. En schieten. Daar vallen uiteindelijk 7 doden en een aantal gewonden. En onder de doden is Janie Tettery, 28 jaar oud en 1 jaar voor het einde van haar 5-jarig contract. Over de doodsoorzaak verschilt men van mening. In de literatuur staat dat zij op een halve meter afstand in haar achterhoofd is doodgeschoten. Andere literatuur, zoals de lijkschouwing uit die tijd, zegt dat ze een kogel heeft gekregen in de rechter elleboog, dat door haar lichaam is gegaan en via de rechterslaap weer naar buiten is gekomen. Maar in ieder geval, het is duidelijk, ze overleeft het niet en zij sterft. Nou, het standbeeld van Janie Tettery is een herdenking aan haar en aan haar strijd voor rechtvaardigheid. En eigenlijk is een bol voor de strijd van al die Hindoestaanse vrouwen, contractarbeiders, die in opstand kwamen tegen de slechte omstandigheden waaronder zij moesten werken. Goed, dit is het. Bedankt voor het kijken. Morgen is mijn collega Lucinda er weer. Ik ben er volgende week. En als jullie van het weekend een goede film willen zien, dan zou ik aanraden om donderdag naar de uitzending van The Good Night Show te kijken, waar mijn collega Ryan weer het filmnieuws doorneemt met zeer interessante tips. Ik zou zeggen, like, volg en deel het YouTube kanaal van The Good Night Show, omdat je nooit iets hoeft te missen op het gebied van cultuur, entertainment, eten, film en de geschiedenis. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.